Makim Joost 2-2 tegen Tiene, net als in de heenronde, eigenlijk opnieuw onverwacht puntenverlies? We hebben net buiten besproken dat we tegen lager geclasseerde teams, dat we eigenlijk minder punten halen dan tegen ploegen die hoger dan ons staan. Ongelukkig vooral de twee tegendoelpunten die vallen. Ja, inderdaad. Het is ook even wennen met een andere opstelling, maar normaal mag dat nooit gebeuren. Je komt ook zelf nog eens aan de aftrap, een tijdje geleden ondertussen. Ja. Het voelde echt goed om terug op het plein te staan en toch veel steun te krijgen van supporters en zo. Een discutabele fase, de rode kaart van Papa Sarantis. Wat gebeurt er vanuit jouw standpunt? Ik loop even een metertje, en omdat hij toch met zijn rug naar mij staat en ik wil zo wat lichtjes aan druk gaan zetten. En dan voelt hij me komen en begint hij te zwaaien met zijn armen en raakt hij mijn neus. Tweede bepalende fase, het afgekeurde doelpunt in de slotfase. Ja, het schijnt dat Papa Siné buiten spel stond. Van bij ons kost je het eigenlijk echt niet zien. En het is eigenlijk wel echt jammer, anders pak je de 3 punten hier. Waardoor de redding mathematisch eigenlijk nog altijd niet zeker is. Ja, maar ik denk met de groep die we hebben, dat het toch zeker moet lukken om in tweede te blijven. Volgende week een derby op Oostende? Iedereen zal gemotiveerd zijn en... Ja, ik hoop dat we daar toch de 3 punten kunnen pakken. Dat behoud toch zeker is. Oké, bedankt. Dankjewel.